here at the Amsterdam Harbor for the SCM Control Towers workshop. We're surrounded by open waters, by boats. That's why we decided to make it marine themed. They could choose out of these items and use these items to introduce themselves and how that item relates to their business and to themselves. Samenwerken, daar gaat dit verhaal over. Wat we op dit moment merken is dat het samen naar één doel streven, dat steeds meer het toestaan dat je bij elkaar in de keuken kijkt, roep ik wel eens, dat steeds verder opengetrokken wordt, omdat men begrijpt dat dominantie niet werkt. Veel minder goed werkt als gelijkwaardig zijn. Dat het geldt zowel voor de individuele organisatie als voor de totale supply chain. The value of this workshop is two-wise. First of all, I learned a lot of new colleagues, so that's always worthwhile for a workshop. Second, the topics we have spoken about were very interesting and gave me some insights in what's possible in transparency in supply chain. En ja, je ziet een van de dingen die jullie heel sterk doen en ook laten zien vandaag logistiek manier van het jaar om het veiligste mogelijk te zijn. We profileren ons zo. Ja. En dan de waarde ja, die is dan niet eens. Het is een bepaalde cultuur creëren, mee te willen gaan. En daar denk ik is het moeilijke punt. Hoe krijg je die cultuur switch voor elkaar? Ik denk dat wij zo gaan. Wrap-up, zoals het zo mooi heet in Nederland. I would recommend this workshop to other people because I think it adds something to your knowledge. So you become a better person for your organization.